We sporten in Nederland ieder jaar vaker. En met meer mensen. Jongeren sporten altijd al veel. Maar ook steeds meer ouderen sporten wekelijks. Er bestaat een kloof in sportdeelname op het gebied van opleidingsniveau en inkomen. Een landelijke trend die plaatselijk kan verschillen. De meest beoefende sport? Fitness. Daarna wandelen en zwemmen. Voetbal staat op 6. Verrassend? We doen steeds meer individuele sporten. Maar wat opvalt, in verenigingsverband blijven we langer sporten. Want sporten in je uppie, dat houden de meesten een paar weken vol. Werk je daarbij toe naar een doel, dan een paar maanden. Sport je samen bij een club onder begeleiding van een leuke trainer, dan blijf je het jaren doen. Clubs zijn dus superbelangrijk voor onze sportdeelname. Hier worden onderlinge verschillen overbrugd. De komende 3 jaar stimuleert de Rijksoverheid om lokale sportakkoorden uit te voeren en daarmee ook sportclubs sterker te maken. Een sportakkoord? Ja! Gemeentes, sportbonden, sportclubs, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties gaan afspraken maken om meer mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Hoe zit het met andere landelijke trends? Bekijk het volledige rapport op nocnsf.nl.